Morgen gaan we verder, overmorgen gaan we verder. En dan zullen we zien of we onze mijn kunnen plaatsen onder de Beltrumspoort of onder de Lievelderpoort. Waar kan ik nog niet zeggen. Dat zal, het is geheime informatie natuurlijk. En dan proberen we de commandant tot bezinning te brengen. Door we vragen om overgave en we dreigen met een mijn te laten ontploffen. En dat zal hij dan waarschijnlijk niet doen. Dus dan brengen we mijn tot ontploffing en dan valt de vesting. Hoe lang ben je nu al van huis dan? Even kijken. 2-3 weken. Ja. Ja, ja, want we moeten eens aanmasseren. En die tijd ervoor moet je ook tellen. Hè. Eerst op de Rijn met boten op de Rijn. Die zak je de Rijn af. En dan de organisatie vooraf. De fourage. Dus ik heb al lang geen normaal bed meer gezien. En betaalt het nou een beetje? Het kost mij ook geld, want ik ben kapitein hier. En als de Staten-Generaal niet betaalt, dan moet ik het allemaal voorschieten. En als ik in het zelf niks heb, dan moet ik het lenen. Ik beleen mijn goed. En als de vesting valt, dan rollen de dukaten mijn kant op. Maar dat kan natuurlijk ook nog een tijdje duren. De officieren kun je alleen aan je binden als je ze goed voorziet. Ik drink Franse wijn in de ochtend, Portugese wijn in de middag, Spaanse wijn in de avond.